Kalusha is een speler die enige tijd al in België actief is bij Cercle Brugge. En die daar furoren maakt. En men denkt dat een grote club binnenkort wel eens op hem de vlag zou kunnen leggen. En weer Kalusha. En dat schiet hij eraan raak. Heel verrassend. 1-0 voor Zambia. Het is niet lang voor rust. Takori, de keeper van Juventus, is geslagen. En deze tonelen spelen zich dan af. De supporters van Zambia. Sinu Kalusha met links raak schiet. En Takori is verrast. Italië 1-0 achter. Italië dat de laconiek speelde in deze eerste helft, althans. Takoni van Juventus, geklopt. Dit is mijn collega Tapia. Die helemaal uit zijn bol ging in deze wedstrijd. Nummer 12 achter de bal is Kalusha. Die doet hem al op Cercle Brugge. En waar gaat hij straks vervallen na dit Olympisch toernooi? Want als je een bepaalde dingen kunt, dan ben je natuurlijk in trek. En Kalusha kan wel. Kijk eens hier. Kalusha. Een fantastische vrije trap. Nummer 12 Kalusha. De onmiddellijk gingen de makelaars die namens Italië en de clubs van Italië op de tribune zaten deze naam noteren. Kalusha neemt de vrije trap en hij gaat inderdaad net langs de paal, langs de verbijsterde Takoni van Juventus. 2-0 voor Zambia. Het werk tegen de reuzen. Italo plaatst. Boussanda geeft een paas. Geen buitenspel. Verkeerd stap in Italië. Dit is Kalusha, de laatste minuut van de wedstrijd. Wat gaat hij doen? Hij doet dit. Hij schoot. Kalusha, ik kan er ook niks aan doen. Ik moest hem zo maken. Italië wordt vernederd. En Kalusha geeft aan hoe erg en hoe moeilijk het verteren zal zijn voor Italië. Het is een schitterende beweging. De wanhoop met Italiaan achterin. En Kalusha doet het heel langzaam en zeer pijnlijk voor Italië. 4-0. Zambia 4. Italië 0. Schitterbeweging met het linkerbeen. Strafschop. Kieft. De Goeie. Kieft. De Goeie. Dus blijft het 4-0. Ik wil ooit nog wel eens naar Eindhoven. De Goeie. Knap wapenfeit. Nu de man van de strafschoppen op dit moment. Kieft heette. Maar dan is daar Kalusha.